afgelopen week noemde een journalist mij een omgevallen boekenkast over de Joint Strike Fighter. En toen dacht ik van ja, ik heb het mezelf ook niet makkelijk gemaakt. Maar ik vind het wel van belang om u te laten weten dat je als volksvertegenwoordiger dat gewoon hoort te doen. Je hoort gewoon die rapporten te lezen, hoe moeizaam ze ook zijn, hoe vervelend ze ook zijn en hoe lastig we ook zijn af en toe naar regeringen toe. Maar daarvoor zijn we volksvertegenwoordigers. Dus die vragen zal ik ook blijven stellen. Wat de uitkomst ook is, ik zal ze blijven stellen, want het is een verantwoordelijkheid. Het gaat niet alleen over dat geld, maar het gaat ook over de kwaliteit die we onze mensen meegeven. Dus ja, veel vragen over hoeveel kost het nou. Maar ook veel vragen over van wat is nou de ambitie van een jachtvliegtuig, wat we onze mensen willen meegeven. Dan kom ik gelijk op de vraag naar aanleiding van motie 7. En ik ben heel blij daar even op te kunnen reageren. Want natuurlijk moet je een visie hebben. En natuurlijk moet je weten waar je naartoe wilt. En Defensie past als het gaat om inzet natuurlijk binnen die internationale veiligheidsstrategie die onze regering heeft uitgebracht in juni dit jaar. Daar hebben we als Partij van de Arbeid om gevraagd bij Rutte 1. Die kwam er niet. Die kwam er gewoon niet. Wel bezuinigd op Defensie, maar geen visie. Nu hebben we een visie en daar ben ik ongelooflijk blij mee. De visie van Frans Timmermans van afgelopen juni. Want Defensie, onze krijgsmacht, voert uit wat wij bedenken binnen ons buitenland internationaal beleid. En dat is ook de buitenlandresolutie van vorig jaar die we hebben liggen. En ja, er is ook een defensievisie. En ik ben zo blij dat ik hem hier kan zeggen, nog een keer kan neerzetten. In dienst van Nederland, in dienst van de wereld van 2007... Dat is nog niet zo lang geleden. En toen spraken we, u vroeg om Europese defensiesamenwerking. Toen sprak de Partij van Arbeid fractie in de notitie over Europese defensiesamenwerking. Dames en heren, ik werd weggezet. Ik zal het nooit vergeten. 5 november 2007. Hey, Europese defensiesamenwerking, waar heeft u het over, mevrouw IJsink? Het is 2013. Leest u alle partijprogramma's van 11 politieke partijen maar eens door. Iedereen wil nu Europese defensiesamenwerking. Dat is een grote stap vooruit in 6 jaar. En de Partij van de Arbeid zei het al jaren. Dat is van groot belang, niet alleen als het gaat om de financiën, maar ook als het gaat om Europese samenwerking en onze NAVO-bondgenootschap. Daar gaat het om. Maar Europese defensiesamenwerking, en dan sluit ik dat stukje even af, want het is wel van belang om even te zeggen, ja, dat willen we heel graag. Maar in Nederland alleen al hebben we in het parlement 11 politieke partijen. En dames en heren, voor die 11 politieke partijen het over eens zijn, hoe wij onze militairen gaan inzetten, want dat is een besluit, zo u weet, van het parlement. Dus wij moeten in het parlement al over eens zijn. En andere landen hebben datzelfde proces binnen hun parlement en de regering. Dus voor we die Europese defensiesamenwerking zeg maar, op het niveau van inzet kunnen doen, dat is een hele, hele lastige, verzeker ik u. Waar het kan, doen we het. We werken samen met de Belgen op de marine. We werken samen met de Duitsers op de landmacht. En ja, we werken samen met de Verenigde Staten als het gaat om jachtvliegtuigen. Dat is ook niet nieuw. Dat doen we al jaren. Dat was onze steun en toeverlaat in de Tweede Wereldoorlog. Velen van u weten dat nog. Dat is natuurlijk bondgenootschap wat we hebben. Net zoals met de landmacht, wat ik al noemde, met de Duitsers en de marine met de Britten. Dat is een stukje geschiedenis wat we hebben. En dan kom je natuurlijk, en dan kom ik even bij motie 8 uit. Want dan gaan we het natuurlijk over die vervanging van de F-16 hebben, die nu wel moet gebeuren. Ik zei al, we blijven kritisch. Het maakt niet uit wanneer we het besluit nemen, we blijven kritisch. En het is een groot goed van de afgelopen jaren dat ik weet niet waar meneer Verf nu zit. Meneer Feitsma, u heeft de motie ingediend, meneer Verf zit daar. Het is een groot goed dat we afgelopen jaren zo hebben kunnen samenwerken en naar elkaar kunnen luisteren. Want als u zegt, en ik begin even naar uw motie te kijken, wat u allemaal aan ons vroeg. En dan kan ik er ook tegenover zetten wat we gisteren als fractie in 4 uur, want die 4 uur is natuurlijk in de pers uitgemeten als van wat zouden ze nou gedaan hebben. Dames en heren, ga ik u nu vertellen wat wij die 4 uur gedaan hebben. We hebben kritisch met elkaar gekeken naar een rapport. We hebben kritisch met elkaar onze nieren geproefd van hoe staan we hier nu in? En hoe lang moet dit proces nog duren? En niet onbelangrijk, wat willen we voor onze militairen? Want als je als Partij van de Arbeid zo ook het personeel van Defensie ondersteunt, de burgers en de militairen, dan moet je op een gegeven moment ook een keuze durven nemen. En ik kan u verzekeren dat ik dat als een enorme verantwoordelijkheid voel. Ik ben kritisch geweest, ik zal kritisch blijven op welk rapport er ook komt, want dat is een groot goed als volksvertegenwoordiger. En dat hebben we gistermiddag ook besproken. We hebben gezegd, die rekenkamer is heel kritisch geweest over een aantal zaken. Hans heeft het al genoemd, onze fractievoorzitter noemt een aantal zaken. Ik zal u even meegeven en dan komt dat ook in uw motie, als u het goed vindt, meneer Verf, meneer Feitsma en alle anderen die uw motie ondersteund hebben, komt dat maar naar voren. Als fractie hebben we gezegd, we hebben 5 punten die we gaan voorleggen aan de regering. Ten eerste, wat moet een jachtvliegtuig kunnen binnen de internationale veiligheidsstrategie van Frans Timmermans? Van de regering. Daar gaan we goed naar kijken.
Daar zijn 6 missietypes neergezet en de Rekenkamer heeft daar vragen over en wij ook. En die gaan we stellen aan de regering. Daar natuurlijk aan gekoppeld is, hoeveel toestellen heb je nodig? We begonnen in 1999 met een 200. Toen werd het er 87, toen werd het er 67, we gaan nu naar 61, nu naar 37. En iedereen kan bedenken dat je dan vragen hebt, kunnen we nog doen wat we willen? Nee. Ambitie is een groot woord. Veelzijdig inzetbaar zijn is een groot woord. We gaan naar, wat mij betreft, meerzijdig inzetbaar. We kunnen minder doen. En kan het met die 37 wat de regering wil? Dat weten we nu nog niet. Dat gaan we navragen. Dat is van groot belang voor onze missies, maar ook voor wat we willen in de wereld met onze NAVO. Ook daar heeft de Rekenkamer een aantal kritische vragen over gesteld. Dat is het tweede punt. Ons derde punt is natuurlijk de financiën. Kan het dan, als je de 37 hebt, ook dat zegt de Rekenkamer, binnen die 4,5 miljard? Kom je dan uit met dat bedrag? En gaat het dan, en dat is een zorg van de andere krijgsmachtdelen, gaat het dan die andere krijgsmachtdelen niet opeten? Nee, dat willen we natuurlijk ook niet. Want het is net al gezegd, er is een evenwicht nodig binnen die krijgsmacht. Je hebt al die 4 krijgsmachtdelen nodig in een evenwicht. Dat is een groot goed als we die derde ook beter gefinancierd of beter inzicht krijgen in wat de regering binnen die veiligheidsmarge van de 4,5 miljard kan. Het vierde punt is de werkgelegenheid. Wij worden natuurlijk deze dagen vaak en veelvuldig verwezen. U heeft zo gehoord op televisie de uitspraken van voormalig minister-president Kok. Het ging over werkgelegenheid ook. Laten we duidelijk zijn, je koopt een toestel eerst en vooral op de kwaliteit voor onze mensen, voor de krijgsmacht. Dat is je grote goed. Maar die werkgelegenheid is natuurlijk wel iets gaan worden door de jaren heen. En ook daar zullen we op inzetten. Er zal meer werkgelegenheid uit moeten komen. In uw motie staat het ook. Uw motie zegt, het moet beter. En u sprak daar over de koopmansgeest. Nou, ik kan u verzekeren, afgelopen regering hebben die koopmansgeest nog niet uitgebuit. Dat zullen wij doen. Wij zullen de regering vragen, is vaker de plas over de vliegen. En in ieder geval die werkgelegenheid te verdubbelen voor Nederland. Sowieso, want het rapport waar u naar verwijst, dat ken ik ook. En u heeft zeker een punt. En laat ik zeggen dat de intenties van uw motie, dat ik die geheel en al volg. Dus nadrukkelijk, de intenties van uw motie volg ik geheel en al. Dit was het vierde punt. Het vijfde punt is wat u ook aanhaalt, het geluid. Ik zeg wel eens, als het om geluid gaat, iedereen heeft over geluid en decibellen, maar de enigen die er last van hebben en die weten waar we het door de jaren in over hebben, zijn natuurlijk de omwonenden. Wij zijn weer passanten in een dossier van inmiddels al 15 jaar. Maar de omwonenden zoals u, die hebben daar en blijven daarbij betrokken. Uw huizen, uw isolatie, we hebben ze bezocht, we hebben het vaak over gesproken. Laat ik zeggen dat ook dat voor ons als fractie, ons vijfde punt, van groot belang is. En dan gaat het niet om zomaar loze woorden. Maar ik zeg u er ook bij, dat weet u ook, op dit moment is het toestel nog in ontwikkeling. Dus dat betekent dat een aantal zaken nog niet te definiëren zijn. Een aantal zaken zijn nog niet vast te leggen. En ik zie u knikken, dat de zaal dat ook weet, meneer Verf, dat u knikt. Een aantal zaken zijn nog niet goed te definiëren. Dus dat betekent dat we met u afspreken, gesprekken hebben, hoe we dit gaan invullen. En op welke wijze we dit gaan invullen. Dus reagerend op uw motie zeggen wij als fractie, we kijken goed naar wat het toestel moet kunnen, de missiedoelen. Past dat dan in het aantal, namelijk in ambitie, kunnen we dan die missies doen die we graag willen doen? Waar we als Partij van Arbeid zo voor staan? Kunnen we dat dan ook financieel bolwerken binnen die 4,5 miljard? Want 37 is wel de ondergrens. En het vierde punt, de werkgelegenheid van groot belang. En het vijfde punt natuurlijk, de omwonenden moeten plezierig kunnen wonen. Dat is niet alleen bij u in Leeuwarden, maar dat is ook in Volkel. En collega Sultan Knolkees weet er alles van als oud-wethouder in Uden. Ook zeer betrokken als defensiewoordvoerder uiteraard hierin. Dus dat zijn 5 punten die voor ons van groot belang zijn. Laat ik daar duidelijk over zijn. Dat hebben we, dames en heren, gisteren in 4 uur besproken. En de fractie heeft zich daarover uitgesproken dat dat toch een forse discussie is met de regering. Maar die discussie gaan we aan. We organiseren als Kamer ook hoorzittingen hierover. Kortom, we zullen hier verder op terugkomen. En ik denk dat het belangrijkste is wat ik hierover met u kan delen. Wij zullen kritisch blijven. Maar als ik mag afsluiten, onze militairen hebben op een gegeven moment ook recht op een besluit. Het zijn de militairen die we uitsturen op missie. Het zijn de burgers die we uitsturen op missie. En ook voor de organisatie zelf is het van groot belang, want deze regering brengt het evenwicht in financiën, in ambities bij de krijgsmacht. Daar hebben we als Partij van Arbeid jarenlang om gevraagd. En afsluitend, ik ben blij met de minister van Financiën die daar bovenop zit en die waarmaakt wat wij als fractie jarenlang gevraagd hebben. Dank u wel.